will still continue to develop our... We zullen onze activiteiten in Azië zeker blijven ontwikkelen en zien in de toekomst zeker nog enige uitbreiding. In de eerste plaats zullen we onze off- en online kanalen in evenwicht blijven brengen. COVID-19 heeft ons ook in een stroomversnelling gebracht en heeft ons echt geholpen om onszelf ook de juiste vragen te stellen. Wat is de rol van onze fysieke winkel? Heb je zo'n grote uitbreiding nodig? Eigenlijk hebben we gezien dat we de rol van onze winkels in elke regio beter moeten definiëren. Is het een etalagewinkel? Is het een recruteringswinkel? Is het een meer tactische of strategisch gelegen winkel? We hebben dus echt gedefinieerd wat de rol van een winkel is op een specifieke locatie. Tegelijkertijd zijn ook de uitbreidingen als livestreaming, omnichannel, click and collect en andere rollen die de winkel in het verleden niet heeft gekend, belangrijk voor de toekomst. Deze evolutie van de fysieke winkel zal tot gevolg hebben dat we in eerste instantie digitaal gaan. Ons digitaal kanaal en de ontwikkelingen van de online kanalen en marktplaatsen is wat de grootste drijfveer zal zijn in de toekomst. Dat betekent ook dat we zeer nauw zullen samenwerken met onze partners. Dat is een prioriteit die we nodig hebben om ervoor te zorgen dat onze partners en distributeurs in de APAC dit voorbeeld volgen en ook deze digitale versnelling volgen. Want het vereist veel middelen en andere marketinginstrumenten om het juiste kanaal op te bouwen en verschillende segmenten te kunnen bedienen. A different way of marketing in order to build the right channel and also work on a different segmentation. So Kipling as a brand will have... Kipling zal als merk echt heel goed naar deze toekomstige veranderingen moeten kijken en een heleboel dingen moeten aanpassen. Het eerste is natuurlijk de juiste segmentatie van het product. Vandaag de dag is online eigenlijk een hele nieuwe wereld, want je hebt verschillende spelers. Net zoals je verschillende winkels op verschillende locaties hebt. Al deze spelers beschikken over verschillende consumenten. Een belangrijk punt om te winnen in elk van deze kanalen is de juiste productsegmentatie. Tegelijkertijd is er ook een grote uitdaging in termen van middelen. Vandaag de dag is er een grote behoefte aan competenties en de juiste capaciteiten om deze online kanalen te betreden en op de markt te brengen. En dat heeft natuurlijk een enorme impact op het product, want je moet de consument het juiste product aanbieden via het juiste kanaal. En dit betekent natuurlijk dat je de trends moet volgen. Tegelijkertijd, als je kijkt naar de consument van vandaag, is de nieuwe consument een jonge millennial of een generatie Z-consument een zeer veranderlijke en niet erg loyale consument. Ik denk dat de veranderingen die we nu door COVID-19 hebben meegemaakt, de toename van livestreaming en social commerce, iets van blijvende aard is. Want net zoals een consument een echte winkelervaring wil hebben wanneer hij of zij naar de winkel gaat, wil hij of zij dezelfde ervaring online hebben. Dus wanneer ze online gaan, willen ze vermaakt worden. Ze willen films zien, ze willen achtergronden zien over verhalen en livestreaming is precies dat wat daarin belangrijk is. Het geeft je veel informatie over het merk, over het product, over de kenmerken en ook mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld stylingmogelijkheden om het te dragen en dat is echt inspelen op een retailervaring. Dus de consument wil dat dit blijft duren. We zullen dus doorgaan met het implementeren van korte filmpjes en afstappen van statische onderdelen. Dit zal ook de deur openen naar nieuwe platformen, zoals social commerce, want je hebt nood aan veel opinieleiders, bloggers, vloggers. Onze eigen sociale mediapagina's zullen echte retailkanalen worden die in de toekomst enorm gaan uitbreiden. They're going to become true retail channels that are going to massively expand in the future. We definitely see that our distributors... We zien zeker dat onze distributeurs in Noord-Azië, Japan en Korea zich al vrij sterk hebben ontwikkeld. Maar we zien geografisch ook nog steeds een opportuniteit in Zuidoost-Azië, in landen zoals Indonesië, Maleisië of de Filipijnen, waar Kipling het potentieel heeft om uit te breiden en waar er ook een sterke vraag is naar producten uit het instap-luxe segment. Een derde belangrijk punt is natuurlijk dat Kipling een reismerk vertegenwoordigt. Zelfs als je kijkt naar alle Taobao-zoekindexen in Google Analytics.
Kipling staat voor reizen met een lichtgewicht tas en ook voor de travel cool look die je wil hebben als je reist. Ook al heeft COVID-19 reizen tot stilstand gebracht, zien we een andere manier van mobiliteit die zich aan het ontwikkelen is en die Kipling ook echt verder zal ontwikkelen als een reismerk en een merk dat je nodig hebt voor stedelijke verkenning in de toekomst.